Liefhebbers van sneeuw en ijs hebben een heerlijke week achter de rug. Hoewel het soms niet mee zat om je plekje te bereiken. Zoals hier in IJsden. Ik vind het heerlijk. Ja? En de kwaliteit is goed. Ja? Het zaad is lekker, er ligt niet te veel sneeuw op. En het is zo gezellig om met elkaar te schaatsen. Ja, ik vind het echt verrukkelijk. Okay. Het is mooi weer, de zon schijnt. En u schaatst al lang? Ik schaats al vanaf mijn 12e. En ik word over 14 dagen 70. Dus ik vind het heerlijk om ieder jaar toch te schaatsen, het een beetje bij te houden, om dan ook weer met mijn kleinkinderen te kunnen schaatsen. En die zijn niet hier? Nee, die zijn niet hier. Die wonen in Eindhoven. Oh, jee. Maar daar kunnen ze ook schaatsen, ze kunnen ook hier komen. Ik ben met mijn vriendin. Het verkrijgen en misbruiken van andermans identiteit kan op vele manieren plaatsvinden. Bankpassen of ID-kaarten en paspoorten worden gestolen uit bijvoorbeeld handtassen en brievenbussen. Er zijn praktijkvoorbeelden in onze digitale wereld. Op internet kun je identiteitsfraude plegen door als iemand anders uit te geven en daar dingen mee te kopen of zoiets. Maar je kunt ook met je document, identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, jezelf identificeren, maar dan onder een andere naam. De gevolgen van een gestolen identiteit kunnen grote vormen aannemen. Producten of leningen komen op je naam te staan, terwijl je er niets van af weet en je mag wel voor de kosten opdraaien. Hierdoor kun je diep in de schulden raken, je baan of je huis kwijtraken en zelfs depressief worden. De ernstige gevolgen van identiteitsfraude zijn eigenlijk dat als iemand anders jouw identiteit gaat gebruiken, dat jouw identiteit niet meer bruikbaar is voor jezelf. Om de kans op diefstal van je identiteit zo klein mogelijk te houden, kun je een aantal dingen doen. Wat je het beste mee kunt doen is voorkomen dat je overkomt. Door goed op je eigen identiteitsgegevens te passen. Wees daarvoor heel erg alert. Geef nooit een kopie van je identiteitsbewijs af. Dit is, op enkele uitzonderingen na, bij wet verboden. Alleen overheden, financiële instellingen, werkgevers, notarissen en Holland Casino, die daar wettelijk om moeten vragen, mogen je volledige identiteitsbewijs kopiëren. Als je bijvoorbeeld lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoef je dus geen kopie af te geven. Bewaar nooit al je belangrijke passen op één plaats. Moet je voor een organisatie of bedrijf toch een kopie afgeven van je identiteitskaart? Schrijf dan, als het echt niet anders kan, groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum. Streep je burgerservice-nummer door. Het burgerservice-nummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daardoor. Bewaar je vertrouwelijke papieren op een veilige plaats en vernietig ze wanneer je deze weggooit. Als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude, meld je dan direct bij de Fraude Helpdesk of het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten.
Hoog water van de Maas is altijd spectaculair om te zien. Maar wanneer het water zich weer langzaam terugtrekt, blijft een even spectaculaire hoeveelheid rommel op de oevers achter. Vooral alle plastic vormt een groot probleem voor mens en dier. De stichting IJs de Mar gaat de clean-up organiseert diverse opruimacties in de openbare ruimte. Daar horen ook de Maasoevers bij. Minstens één keer per jaar doet ze daartoe een oproep aan vrijwilligers om met veel handen de Maasoever te komen opruimen. Thank you.
De Limburger bestaat 175 jaar. Bijna 2 eeuwen van nieuws maken en nieuws brengen. Voor, over en met de Limburgers. In 2021 weten we niet beter dat een krant onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Daarom zou je haast vergeten dat de Limburger in haar 175 jaar bestaan ronduit roerige en spannende tijden heeft gekend. Juist omdat onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet altijd zo vanzelfsprekend waren. Waarschijnlijk bestaan er in Limburg al kranten sinds 1660. Maar als we teruggaan in de geschiedenis van de Limburger, dan komen we uit bij het Weekblad van Heerlen. Dat verschijnt voor het eerst in het midden van de 19e eeuw, net als de Maas- en Roerbode in Roermond en het Venloos Weekblad. Er zitten allerlei motieven achter om een krant te beginnen. Soms ideologisch gedreven en soms religieus gedreven. Decennia lang geen foto in de krant. Politieke leiders die alleen maar tekeningetjes werden afgebeeld. Dan waren het nogal volgende kranten, gezapige kranten. Je moet echt niet denken dat het erg kritische kranten waren. De Limburgse kranten zijn in hun begindagen allesbehalve onafhankelijk. Hoofdredacteuren zijn vaak priesters van de katholieke kerk. En het Venloos Weekblad bijvoorbeeld wordt gerund door een Tweede Kamerlid dat de krant regelmatig inzet als campagnemiddel voor zijn partij. Daar werd dus ook regelmatig het eigen straatje schoongeveegd, maar ook mooi opgepoetst. En politieke tegenstanders werd flinker de maat genomen dan mensen van zijn signatuur. In die tijd verschijnt er vrijwel nooit regionaal nieuws op de voorpagina's. Die worden eigenlijk altijd gevuld met nieuws uit Nederland of de rest van de wereld. En met advertenties en loterijen om abonnees te werven. Later gaan de kranten hun abonnees zelfs gratis verzekeringen tegen ongevallen aanbieden. 5000 gulden bij overlijden bijvoorbeeld. Of 2500 gulden bij het verlies van 2 ogen. Een bijzonder staaltje klantenbinding dus. Aan het einde van de eeuw zien we ook af en toe een Limburgs bericht op de voorpagina's. Begin 1900 verhuisde het Weekblad van Heerlen, dan al enkele jaren de Limburger Courier, naar Maastricht en bestrijdt van daaruit de hele provincie. Maar laat in Heerlen een gat achter. Nou, dan zie je dat de katholieke arbeidersbeweging, met name Monsieur Poels, die zegt dan, van, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we hier in de Mijnstreek ook een eigen krant krijgen. En dat wordt het Limburgs Dagblad. En zo wordt in 1918 in Heerlen het Limburgs Dagblad geboren. Ook weer een katholiek dagblad. De Limburgs Dagblad was even katholiek als de Limburger Courier. Er zijn verhalen bijvoorbeeld als in begin 20e eeuw een aantal mensen van de vrijdenkersvereniging de Dageraad uit Amsterdam aankondigen dat ze in Limburg gaan wandelen. Dat wordt door de katholieke kerk gezien als een provocatie. Want vrijdenkers, dat zijn mensen die willen we hier in ons goede katholieke Limburg niet hebben. En dan zie je dat die kranten een enorme campagne beginnen. Alsof het monster Limburg binnenkomt en zo. Dat wordt geweldig, geweldig overdreven. Maar alles is erop gericht om die katholieke zaak bij elkaar te houden. De eerste jaren bestaan alle kranten zonder veel problemen naast elkaar. Veel kleinere, plaatselijke kranten sluiten zich uiteindelijk aan bij de grote 4. Qua inhoud zien we de kranten in de jaren 20 langzaam veranderen. Het publiek leest liever regionaal nieuws dan wereldnieuws. De hoofdredactie van de Limburger Courier ziet het zo. Het volk materialiseert, voelt minder voor idealen. Het heeft geen lust of tijd meer om zelf na te denken en verlangt afleiding. Het moet luchtiger en spannender, maar wel katholiek. Want het volk leest graag dingen die zijn innerlijke zielenleven raakt. Tot besluit van zijn verblijf in Limburg bezoekt de Rijksminister onder andere de Duitse school te Heerlen Heide, waar hij door de jeugd met bloemen wordt verwelkomd.
In de Tweede Wereldoorlog hebben redacties voor het dilemma gestaan. Willen we blijven uitkomen, dan zullen we meer Duits georiënteerd en Duitser vriendelijk moeten schrijven. En de andere kant van het dilemma was, als je dat niet deed, dan kon je niet meer uitkomen met je krant. En dan heb je aan die kant een schade en problemen, zeg maar. De bezetter wil in eerste instantie geen censuur toepassen, maar die vraagt wel om een absoluut loyale houding van de Nederlandse journalist. Er zijn ook gewoon kranten die puur op de Duitse koers zijn gevaren en die dan ook de Führer feliciteerden met zijn verjaardag of vooral de Duitse successen in de oorlog groot aanzetten. En de geallieerde successen tot voetnoten maakten. Maar dat geldt niet voor het Limburgs Dagblad, dat als enige Limburgse krant moet stoppen in 1943. Blijkbaar waren zij niet Duits gezind genoeg. Daar hebben ze na de oorlog een beetje geprobeerd dat als een soort principieel standpunt neer te zetten. Dat vind ik weer wat overdreven, maar vergeleken met de Limburger Courier was het LD beduidend minder op de hand van de nazi-bezetter. Na de bevrijding vindt er in het hele land, en zeker ook in Limburg, een perszuivering plaats. Bij de redacties worden mensen ontslagen. Hoofdredacteuren worden opgepakt. En de man die de Limburger Courier leidt, wordt zelfs tot gevangenisstraf veroordeeld. Maar dat is niet alles. De oorlog blijft ook kleven aan de namen van de kranten. En we zien dat in Venlo en Maastricht leidt tot nieuwe namen, zodat de kranten kunnen blijven bestaan. Zeer tot ongenoegen van het Limburgs Dagblad, dat met name naar de Limburger Courier uit Maastricht keihard uithaalt. We meenden dat we na 4 jaar van het gemeenste landverraad eindelijk van dit misproduct zouden worden bevrijd. Het blijkt thans, we hebben ons vergist. In de jaren 50 heb je dus het Dagblad van Noord-Limburg in Venlo, de Maas en Roerbode in Roermond, het Limburgs Dagblad in Heerlen en de Nieuwe Limburger in Maastricht. De kranten lijken in die tijd totaal niet op de kranten zoals we die nu kennen. Als je alleen al kijkt naar de indeling bijvoorbeeld. Sport vind je in die tijd niet terug op de voorpagina. Vrouw Fortuna was nu geheel met Fortuna. Weer 2 minuten later bracht Appel de stand op 4-2 in het voordeel van de Zuid-Limburgse profs. Feyenoord kwam er verder niet meer aan te pas. In 1957 verovert Fortuna de KNVB-beker als ze de finale wint van Feyenoord. Maar zelfs dit hoogtepunt komt niet verder dan een bescheiden bericht op een binnenpagina. Toen was het nog heel normaal dat de voorpagina bijna uitsluitend belangrijk nationaal en buitenlands nieuws bevatte. Kennedy apparently shot in head. He fell face down in back seat of his car. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Jaren 60 zijn natuurlijk turbulente jaren geweest. Studentenopstanden in Parijs, daar begon een beetje mee. Hippie tijdperk. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de redactie van een krant. En die gaat dan ook anders naar de maatschappij kijken. En dan kom je los van verzuilde structuren. En dan begint de krant ook afstand te nemen van die almacht van de katholieke kerk. In de jaren 60 gaan de kerken, de machtige mijndirecties en de vakbonden een steeds kleinere rol spelen in de Limburgse samenleving. Limburg verandert. En daarmee de houding van de kranten en met name die van het Limburgs Dagblad ook. Als de oude macht de touwtjes in handen probeert te houden, schrijft de hoofdredacteur van het Limburgs Dagblad: ik deel deze hoogmogende heren bij deze mede dat ik hun achterbakse, stiekeme, laffe, onoorbare, ondemocratische en misselijke manier van stoken beu ben. En ik geef hen bovendien de uitdrukkelijke garantie dat zij op deze wijze geen enkel succes zullen bereiken. Die daagden uit, die tachten het gezag, die namen niet meer alles voor lief wat de overheid zei. Want de burgemeester was niet meer per definitie een onaantastbare persoon in een dorp. Daar werd gewoon kritisch op gereageerd. De katholieke kerk voelt die verandering in de samenleving ook. Ze biedt tegenwicht door in Roermond bisschop Gijzen te installeren. Gijzen was natuurlijk echt een hardliner, echt een rechtse, orthodoxe katholiek. En je ziet dat de krant zich daartegen af begon te zetten. Gijzen had zoiets van, ja, iedereen die naar mijn kerk wil komen, die moet zich ook houden aan de spelregels van mijn kerk. En iedereen die dat niet doet, die is niet welkom. En daarmee veroorzaakte die natuurlijk een scheuring in de katholieke achterban in Limburg.
En de krant heeft daar ook heel kritisch over geschreven. Het loskomen van de oude machten is een ontwikkeling die zich nog decennia lang doorzet. Ook, of misschien wel juist, de sluiting van de mijnen draagt verder bij aan de grote veranderingen in Limburg die steeds vaker de voorpagina's halen. Met groot genoegen verklaar ik de Rijksuniversiteit Limburg geopend. Kolenproductie in de Emma Hendrik is afgelopen. De laatste kompels van DSM zijn mijnwerker af. De mijnsluiting heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk miljarden van Den Haag naar Limburg werden overgemaakt. Die operatie heette Van Zwart naar Groen. Om die klap van die mijnsluitingen op te vangen. Goed, geld en macht. Wat er toen gebeurde is, die gelden die kwamen terecht hier bij de bestuurlijke kringen in Limburg. Die moesten dat verdelen. En die wisten daar wel raad mee. Je bindt dan ook wel de kat op het spek, als het ware. Dus die gelden die werden op een of andere manier werden die weer in Limburg verdeeld. Ja, en daar is heel veel aan de strijkstok blijven hangen. Ja, dan moet je het in de gaten houden. Het duurt echter nog jaren voordat journalisten werkelijk zicht krijgen in wat er zich afspeelt in de hoogste Limburgse kringen. Jaren waarin de nieuwe Limburger uit Maastricht en de Maas en Roerbode uit Roermond samengaan tot de Limburger. En waarin de focus definitief verschuift naar nieuws uit de regio. Donkere wolken die de zon verduisterden, dreven dagen achtereen over Zuid-Limburg. Nadat door een zware... The gunman's car was parked 100 yards away outside the square. Seismologen plaatsten het centrum van de schok even ten zuiden van Roermond. Goedenavond, dames en heren. Vandaag dag 4 in het proces tegen de bende van Venlo. En zoals we het net hebben gezien. Dan vindt Henk Langenberg als eerste een spoor wat later de corruptieaffaires in Limburg is gaan worden. Mensen die elkaar hielpen, die elkaar de dikste boterhammen toeschoven. Er werd wel een soort netwerk onthuld. En dat is de Vriendenrepubliek gaan heten. De politiek en ondernemend Limburg vinden elkaar dus in zogeheten donkere achterkamertjes. Maar de krant krijgt er steeds meer zicht op. En zo ontstaat eigenlijk de Limburgse onderzoeksjournalistiek. Joep Domen, journalist bij de Limburger, schreef in de jaren 90 dit boek over het soms dubieuze politieke klimaat in Limburg. En in de jaren daarna halen journalisten nog meer spraakmakende zaken naar boven. Men vond ook dat de krant daardoor het eigen nest aan het bevuilen was. Want ook de krant functioneerde in die Limburgse maatschappij. Die Limburgse maatschappij werd daardoor ontwricht, werd daardoor in een kwaad daglicht gesteld. Veel mensen vonden dan ook dat de krant eigenlijk er niet is om Limburg een slecht imago te geven. Ja, er zijn mensen die een abonnement opzeggen. Dus dat is een directe consequentie. Er zijn politici die ons dat zeer kwalijk nemen. De journalistiek is een tegenmacht. En die rol speel je dan. Of speel je dan die rol, die taak neem je dan op je. Op het moment dat je dat doet om, laten we zeggen, de democratie te dienen. Want zo zie ik dat echt. Dan zullen uiteindelijk, daar ben ik echt van overtuigd, mensen dat gevoel ook gaan krijgen. Het is goed dat die krant dat doet. Uiteindelijk win je daar dus alleen maar bij. In 1995 gaan de Limburger en het Dagblad voor Noord-Limburg samen en worden Dagblad de Limburger. Dagblad de Limburger is de grootste regionale krant van ons land en biedt meer pagina's, meer regionieuws, meer nationaal en internationaal nieuws en meer ontspanning. Dat was een hele nieuwe krant en daar moesten abonnees aan wennen, daar moesten verslaggevers aan wennen, maar het zag er voor die tijd ongelooflijk mooi uit. Het was een top vormgegeven krant. In die periode hebben we ook de European Newspaper Award voor best vormgegeven krant van Europa gewonnen. Limburg heeft nu nog maar twee kranten. Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. Er was een enorme concurrentiedruk. Als de andere krant een primeur had en jij had hem niet, ja, dan werd je er echt wel door je chef op aangesproken. En ook voor 8:30 ochtends had je dan al telefoon te pakken. Dus er was echt een felle strijd wat dat betreft. In die tijd komt ook amusement uit de regio steeds vaker vooraan in de krant terecht. Pop, festival en Limburgse volkscultuur krijgen nu een vaste plek. De goede mix van regionaal en wereldnieuws, sport en cultuur
En de onafhankelijke toon zorgt ervoor dat Limburg meer kranten leest dan ooit. Dagelijks bijna 300.000. Kranten waren zo op zaterdag zo dik als... Dat kun je me niet voorstellen. Dat is zoveel advertenties, personeelsadvertenties. En dat was echt de wet van de remmende voorsprong. Hè? We waren de grootste in elk opzicht. We waren qua nieuws nog steeds dominant. We waren met vacatures nog dominant. De gevleugelde uitspraak hier was dat het geld tegen de plinten opklotst. Dat je van gekkigheid niet weet wat je ermee moet doen. Maar daar komt eind jaren 90 verandering in. Door de komst van het internet zien vrijwel alle kranten in Nederland een oplage afnemen, omdat het nieuws opeens overal gratis te verkrijgen is. Het speelveld en de spelregels veranderen en dus moeten de kranten op zoek naar hun plek in het nieuwe geheel. Ik denk dat dat vooral veel opportunisme geweest is. De stappen die we gezet hebben, van kijken, dan gingen we naar links, dan naar rechts. Dat schoot alle kanten op. Daar is geen enkele rode lijn in te trekken. Nu is het anders. We hebben nu 20 jaar trial and error achter de rug. We zien dat mensen bereid zijn om te betalen voor online journalistiek. We zien dat mensen waarde hechten aan journalistiek van betrouwbare media, zoals de Limburger. Dus nu is het een heel ander verhaal geworden. In het nieuwe millennium worden er veel veranderingen doorgevoerd. En één daarvan is dat nu ook Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad samengaan. Opmerkelijk is wel dat er dan één inhoudelijke krant wordt gemaakt. Die verschijnt onder twee verschillende titels. Toen wij er samen gingen, ja, dat was echt wennen. Dat was de vijand die plotseling binnenkwam. En hier op kantoor was het ook zo dat er twee lokalen waren, twee redactieruimtes. Met een hele grote gang in het midden. En als je over die gang moest, ja, dan had je het soort idee dat je een gedemilitariseerde zone over aan het steken was. Uiteindelijk ging het erom dat die bedrijven bedrijfseconomisch bij elkaar moesten komen. Gewoon om voldoende schaal te hebben om die journalistiek goed te kunnen blijven betalen. Dat is de achtergrond geweest om bij elkaar te komen. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Ja, dat was een hele bijzondere. Het was de eerste krant in de nieuwe vormgeving. En dat was de eerste Grand Prix-zege van Max Verstappen. Een van de meest memorabele sportmomenten uit de Limburgse geschiedenis. Ja, als je dat kunt koppelen aan een belangrijke stap in de ontwikkeling van de krant, dat is natuurlijk mooi. Want vanaf dat moment groeien de Limburger en het Limburgs Dagblad nog meer naar elkaar toe. En een jaar later worden de twee ook daadwerkelijk één krant. Met één naam, de Limburger. De grootste regionale krant van Nederland. En die nieuwe tabloid-vormgeving is een schot in de roos. Want een jaar later wordt de Limburger uitgeroepen tot European Newspaper of the Year. Maar ook inhoudelijk bewijst de Limburger zich steeds weer door belangrijke journalistieke prijzen te winnen. Van harte gefeliciteerd Judith Jansen en Rick van Hulst voor jullie project 46. In de laatste 10 jaar heeft de Limburger een digitale comeback gemaakt. Door de website, nieuwsapp, social media en podcast bereiken ze nu honderdduizenden Limburgers met één druk op de knop. We doen het uiteindelijk voor de lezer, voor de Limburger. Daar doen we alles voor. Zorgen dat we goede journalistiek in Limburg hebben, dat we de mensen laten weten wat er in Limburg gebeurt. Dat ook proberen te duiden waarom gebeuren zaken, het debat op gang houden. Iedereen kan journalist spelen tegenwoordig met de social media. Maar het gaat niet alleen om die bovenste laag, het gaat ook om wat eronder zit. Betrouwbaarheid is waar wij van leven. Op het moment dat je ons niet meer kunt vertrouwen, ja, dan kunnen wij ophouden. 175 jaar de Limburger laat ons zien hoe de journalistiek in Limburg gegroeid is. Welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt. Cultureel, maatschappelijk en technologisch. Van het dieptepunt in de Tweede Wereldoorlog tot het hoogtepunt in de jaren 90. Van de terugval door het internet tot de digitale comeback. Daar moet je ontzettend hard voor knokken. En iedere dag weer je stinkende best doen en verhalen maken die alleen wij kunnen maken.
Je moet gewoon nog veel meer inzetten op je band met de regio, op alles wat in de regio gebeurt, politiek gezien, maatschappelijk gezien, cultureel gezien. Er is geen andere weg. Door de twee eeuwen heen heeft de Limburger alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van haar lezers. Lezers die zich vaak lid voelen van hun krant. Die zich Limburger voelen. Een gevoel dat voor de krant van essentiële waarde is gebleken. Of misschien wel zelfs haar bestaansrecht is. 24/7 op de hoogte houden. En zo wil je dat de Limburger betrokken is bij zijn eigen omgeving. En dat is eigenlijk cruciaal voor welvaart en welzijn van de Limburger. Daar doe je het voor. Zingen overal met onze postelen.